wat zijn ze weer? Gewoon weer een normale aflevering, hè, nu? Want nu gaan we gewoon verder waar ik was. Ik moest een ster, half ster omhoog, mocht ik, want Fishy had gewonnen. Ja. En de vorige aflevering was gewoon een tussenaflevering, wou ik mezelf bewijzen en het faalde hard, want ik won maar 4-3 en geflatteerd. Dus dat is wel lastig altijd als je wil bewijzen en het loopt niet. Ja. Wauw, Fishy, jij moet even een ander shirt kiezen, kijken, want ik heb dit alleen maar. Jij moet wit nemen. Ah, ja. Gewoon okay. Echt het real en ik neem dan zwart. Ja. Contrast. Nou, ik ga het niet veranderen. Real Madrid. Oké. Okay. Nou. Gaan we weer. Levante. Zouden ze meteen voor de aanval kiezen of kijken ze eerst de kant uit de boom? Ik moet winnen trouwens ook voor onze onderlinge cup. Zei hij. Ja, dat let ik niet op. Ik weet niet of het interessant is. Waarom zo ver? Oh, Fishy, daar wacht ik heel lang. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Oké. Okay. Het getik van die knopjes van Fishy, dat is echt geniaal. Net begonnen en daar hebben we alweer... Hé? Terecht. Wat dan? Gewoon, je liep in de weg. Ah! Oh! Gerrit Bale. Gerrit Scheel. Dit wordt menens. Ah. Zo kut is dat een tweede kans, want wij niks aan de hand, maar dat is zo snel van die man. Het is een tweede kans. Ik kan het toch niet verdedigen? Oh nee, hè. Niet weer kopballen. Ja, maar jouw keeper heeft dezelfde kleding als mijn. Ja, dat zag ik ook. Ja. Ik was ook even de war. Oh! Waarom ook hoog geven, maar ik weet niet meer lachen. Oh, je gaat weer trucjes doen. Wat een homo. Go, 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 Levante! Ja, wel een mooi goal. Nee, de afmaken niet, maar de actie is bril, motherfucking Jan, toch? Blijven kappen. Ja. Jezus. Je zou ik als toe gaat hier even bij, dat lukt al. Ja, dat is moeilijk, je moet elke kap timen, hè? Oh, oké. Dat weet ik veel. Nou. Dat is slim, want dan weer je uit de bak uit. Oh, dat is wel een overtreding, ja. Dat is dan wel het voorbeeld van een overtreding. Nee! Rood! Ja! Nee. Boeiaka! Nee, maar dat sloeg nergens op. Jij drukte ook wel vierkantje in, hoor. Ja, dat snap ik niet. Ja, had ik niet gedaan. Peppe, hè, is dat. Maar het was ook een heel rare overtreding. Het is van achteren, kijk, ja. Klemse been. Maar rood is overdreven, maar. Dat kan in echt ook wel rood worden, hè. Dat was echt een hele grote kans. Voor Real Madrid met Benzema is dat een hele grote kans. Een beetje ruimte denk ik daar. Ja, dat krijg je. Kijk op mijn mannetje! Zeg mijn mannetje! Kijk eens! Wat is mijn mannetje aan het gayen? Ja, ik zag het wel. Gaat hij het nu doen? Waarom ren ik zo langzaam? Omdat je buiten het spel zit. Dan stopt hij aan het rennen. Dacht het ook al, maar hij vloog maar niet. Oké, okay, zal wel. Oei, paal. Er zat meer in. Paas, dat was niet goed. Gerrit Bale. Nou, kom op. Ik kom nou weer niet meer doorheen. Ja, dat is echt kut dit. Oh nee. Hij stond even wankel op. Oh nee. Ja, en nu? Nee! Ik ga spelen! Want ik wou een loppie, ik wou een keeper bij. Ik wou allemaal gewoon een goal maken. Dan ga ik kutten. Dat zijn kansen. De beslissing al te maken. Benzema staat er. Oh! Huh? Huh? Wat doet die keeper nou? Nou ja, het loopt goed af, maar ik vond het wel wat idee van die keeper. What the fuck? Oh nee. Nee, dat is... Oh! Nee, dat is een terugspelbal! Dat gaat echt niet, dat is een terugspelbal. Wat is dat dan? Ja, nee. Ik vind Tiki terug, Jaap, hoor, dit hoor. Voor mij was jij het die... Ja. Hij is er door. Ah nee! Oh, ik denk nergens wiet hij, hè. Maar nog gaat hij nou. Oh my god. En nu? Hij wil gaat voor de penalty, dude. Nee! Oh, is het wat een kans. Tijd voor de tweede helft. Jezus. En ik heb hem echt drie keer niet geschoten dat ik op de keeper afging, dat ik hem loptop wou en dat ik niet klaar schoot, hè? Niks aan de hand. Maar jij hebt ook één hele grote kans gehad wel, ja. Nou, het was wel een overtreding.
Jij hebt met Benzema een hele grote kans. Voor Benzema vooral. Dat is natuurlijk gewoon één keer nemen, maar met Benzema gaat hij normaal in de kruising. Hè? Jij dacht het zelf ook niet. Dus... Nee, maar ik dacht dat ik naast gleed, dat ik mijn verkeerde mannetje had. Daardoor, door het verkeerde mannetje wisselen. Kijk hier, door het, nee, kijk, dit verkeerde mannetje wisselen, kijk maar. Ja, het is net hoor, het is net een voetje buitenspel. Oh nee. Jezus! Dat kan duur zijn, hè? Het einde van de wedstrijd, toch? Altijd. Maar het uitchecken kan het heel belangrijk zijn, uiteindelijk, hoor. Als de wedstrijd wat afgelopen. Is dat nou, hoor? Dat is een goede tackle. Kijk, dat moet je zo niet tackelen, Vizzy. Dat is ook gewoon met vierkantje. Met de timing perfect. Oh. Nee, ik kan dit er wel toe een goal, hoor. Wat? Wat ik heb ineens een Pelé in mijn team. Wat deed mijn mannetje daar? Ja, ik weet het niet. Nou. Morales zet zichzelf buitenspel. Buitenspel? Hé? Morales. Tomme weer te traag. Weer een corner, jezus. Ja, je moet ook al kansen kunnen hebben. Nou, ligt hij weer vol met die uitgestoken klauwen van hem. God, kaleer. Ik deed het mooi, die kapweg was goed toen, waardoor ik die ruimte kreeg. Come on. Snel zijn, Benzema. Benzema. Ah, nee. Wou dit? Maar ja, oké. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dat is, oh. 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 Dat zou je goed tussen pakken, hè? Wat deed hij? Ja, wat doet hij nou, Ballet? Wat deed hij nou? Nou, kom op. Kom op, Benzema. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Come on! Wat de... Ik had 17-0 voor moeten staan. Ja. Als je niet waakt, dan gaat hij ook aan de andere kant erin vallen, hè? Een keer. Oh. Linker soep. Ja, maar ik... Mijn mannetjes gaan niet naar voren, zag je het? Nee. Oh! Ja! Benzema staat te popelen. En daar had hij echt een open kans. Oh! Kiepie, kiepie! Kiepie! Kiepie, buitje! Nee! Die kunnen niet koppen. Maar wel schieten! Nee! Nee, dat is een namme schot, man! Dit is een namme schot, die rebound. Oh, paal. Wat is dit namme schot hier? Waarom houdt hij tegen? Ik kan zien, dan mag ik bij de corner vlaggen en dan pak ik hem nog. Jezus, mensen. Oh nee! Ja, en nu? Nee! Dat was een kans hoor! Maar dat is goed kijken. Einde wedstrijd, stand. We juichen voor 1-1. Ik ben er helemaal niet, maar ja. Uit de Levante, de hele wedstrijd rode team man, hè. Nou, hoe zijn die stats dan? Dat wil ik wel zien. Kansen gehad, jongen. Oh. Ja, valt mee. 12 schoten, 4 op doel op Marty. Het is gewoon Levante. Jezus, ja. Jezus. Nou. Met het pluspuntje is dat ik niet naar 3 sterren hoef. Als ik win, dan neem ik de hel hierna, snap je? Zo kun je het ook zien. 1-1, wel een schitterende wedstrijd. Dat gebeurde heel veel. Jezus. Kansen gemist, denk ik, jongen. Oh. Maar ja.
Nou, jou zelf kut een beetje met de lopjes en de alsvuur. Moet jullie doen. Maar ja, maar niet uit verder. Je had er nog een kans voor 2-1 te winnen zelfs nog uiteindelijk. Ja, ja. Maar dat was irritant trouwens. Jouw mannetje. Jouw keeper. De keeper was, lijkt op jou, ja. Ja, dus ik dacht dat de keeper was even. Dat was niet zo heel lekker. Maar, goeie okay. tactiek. Oké, okay, nou, lijkt een blauw duimpje te geven. Tot de volgende keer, bye bye.